Ik hoop dat jullie allemaal goed luisteren deze aflevering, want het is weer tijd voor een Vincent zegt. Ik begreep van sommige mensen dat de vorige keer een beetje chaotisch was, dus dat betekent dat deze aflevering extra streng is. Luister je niet, dan heb je een groot probleem en dan ben je gewoon uitgeschakeld. Is dat duidelijk? Als dat duidelijk is, mag je krautje. Dat is duidelijk. Maar leuk dat jij kijkt weer naar een nieuwe Vincent Zegt. Gebruik support en creëer de code Dutch Terms en druk even kaart op het duimpje omhoog. En mocht je nou ook mee willen doen, join dan even onze Discord. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Kom daar gewoon heen en daar wordt gewoon random op een avond een keer gedropt. Zo van, hey, er zijn 16 speleropnames. Lijkt het je leuk om mee te doen? Kom gezellig meespelen. En zo kan je eigenlijk meedoen. Vincent Zegt, als je er klaar voor bent, mag je kruidje. Oké, dan niet. Hè, verdorie. Vincent zegt, volg mij. Oh, we moeten een spelletje doen waardoor één iemand afgaat. Vincent zegt, als je support de creditcode Dutch Terms gebruikt, mag je staan. Toch iedereen staan? Nee. Verdorie, ik had eigenlijk stiekem gehoopt dat er eentje ging... Nou, maakt niet uit. Vincent zegt, kies allemaal maar een leuk kleurtje hieruit. Gaan we het even een beetje opsnellen. Vincent zegt, het moet wel eerlijk verdeeld zijn. Iedereen bij de matmaker staan. Zoals zijn ja, er staan vier mensen bij de matmaker. Hè? Zal dat zijn als die juist afgaat? Dat is niet eerlijk verdeeld. Gewoon troll, weet je wel. Ja, er zijn vier mensen bij de matmaker en daar zit er maar eentje. Dat is niet mooi eerlijk. Vincent zegt, matmaker verdeel iedereen maar van die andere mensen die bij je staan onder de andere kleuren. En mag jij bepalen wie af is en wie niet. Dus Vincent zegt, we beginnen met deze mevrouw. Die mag je eerst even naar je, mag je naar een kleurtje kiezen. Weggaan, ja. Is prima. Nee, ze worden onderverdeeld. Mag jij bepalen wie af is? Oké, die mag bij rood. En Vincent zegt, waar mag deze heen? Deze mag je ook nog naar een kleurtje brengen. Die mag naar geel. Dan mag de mapmaker op wit staan. Gaat hij als enige neer? Ja, dat zou echt heel aardig van hem zijn dan. Vincent zegt, succes! Ik ben af. Oneerlijk, onterecht. Oh, er is van die andere ook een af. Ik spek dit de persoon die werd onderverdeeld en die leeft nog wel. Hoe dan? Tja. Oh, oké. Nou, volg mij... Vincent zegt, volg mij. Met hoeveel zijn we er, Jacco? Kan je dat tellen? Nee, ik kan dat niet zien. Vincent zegt, stop! 2, 4, 6, 8, 9. Vincent zegt, crouch! En staan! Vincent zegt, staan! Jacco zegt, crouch! Crouch! Nee. Vincent zegt, crouch! Vincent zegt staan. Spring. Dammit, er moet één iemand af. Oké, Vincent zegt doe allemaal een leuk dansje. Degene die het slechtste dansje doet is af. Wat vind ik nou zelf een leuk dansje? Er is één zie ik geen dansje. Dat is zitten. Nee, inderdaad. Ja, dat is zitten, hè. Ja, zie ik ook. Het is geen dansje. Oké, Vincent zegt, volg mij. We gaan even helemaal deze kant op. Maar ik vraag me af, hoe is het dus met als je springt daar nu al? Ja, dat is eigenlijk af, hè. Ja, maar ik ben even wat mensen nodig, anders is het spelletje niet leuk. Straks gewoon doen dat één iemand zich moet opofferen. Kom maar, hallo, waar gaan jullie heen? Joe, deze kant op. En dan moet je een keer een aflevering doen waarbij iedereen ook niet, zeg maar, om hun heen mogen kijken, weet je wel. Ja, alleen maar naar mij mogen kijken. Ja. Is dit spannend. Ja, dit is leuk. Vincent zegt, de mensen die sprongen over het hekje mogen achter mij staan. En je weet zelf wie je bent. Als je nu niet eerlijk komt, dan schiet ik je af. Want ik weet wie er nog meer bij was. Weet je het zeker? Dat je daar blijft staan? Weet je het heel zeker dat je daar blijft staan? Jij sprong ook over een hekje, hè? Klopt, hè? En nu ga je ook nog crouchen. Jemig. Vincent zegt, jullie met z'n tweeën mogen dat zwembad in. Panda, kom eens terug. Vincent zegt, jullie met z'n vijf hier even een rijtje maken. Panda, kom uit het water. Is een Vincent zegt. Vincent zegt, Panda, kom uit het water. Kom maar eventjes. Vincent zegt, jij mag één teamgenoot kiezen die bij jullie hoort. Succes.
De mapmaker, natuurlijk. De lul. Oké, het spel is als volgt. Jullie gaan een potje trefbal spelen in het water. Het is de bedoeling dat je het andere team raakt met de sneeuwpoppen die je hebt. En als je geraakt bent, ja, dan moet je het water verlaten. En dan ga je maar even lekker aan de zijkant hier staan. Dit is een Vincent Zegt opdracht. Degene die als eerste wint voor zijn team, die heeft gewonnen. En degene die als laatste wint, die is... iedereen die uitgeschakeld is, die is gewoon af. En we gaan gewoon per 5. Dus je hebt nu 5 sneeuwpoppen in je hand. En heel veel succes. We beginnen als de timer staat op 30 seconden. Dit is allemaal Vincent Zegt, dus ik ga het niet nog een keer herhalen. Succes! Ik heb een... Jemig, iemand gooit hem echt uit de map gewoon. Oh, dat ben ik, denk ik. Oh, ja! Oh, er is één iemand af! Oh, Eva! Oh, ik moet wel af, hè? Hey, ik kom koekeloe op hier de zijkant. Ik sprong ook gewoon heel mooi van, hey, catch me. Al die sneeuwpoppen die... Ja, oh! Heeft iemand, mijn team, heeft iemand. Ja, wel even bij je eigen team gaan staan. Campen aan de voorkant mag niet. Af. Ja, af. Kom maar. Oh, Eva, zo jouw teammate, hè? Vincent zegt, herlaat allemaal maar weer even je sneeuwpoppen. Dit is best wel grappig om te zien. Ik ben wel benieuwd straks om het 8 tegen 8 te doen. Volgens mij is dat echt mega chaos. Oké, Vincent zegt, go! Oeh. Oh, die ging echt vlak langs de beentjes. Campen voor is mag niet. Oh, af! Ook al hetzelfde als bij die andere die voor ging campen. Nou, ga allemaal maar even uit jullie sneeuwpop. Heel goed. Het spijt me. Jij mag ook uit je sneeuwpop. Ja, heel goed. Vincent zegt, volg mij. Dan heb ik een andere leuke opdracht voor jullie. Mogen jullie een zwemwedstrijdje gaan doen? Hier is het begin en het einde is hier. Degene die als eerste hier komt, die heeft gewonnen. Jullie mogen beginnen met zwemmen op 30 seconden. Super grappig als hier 16 mensen zo zwemmen. Begon hij nou eerder? Nee, hij begon op 30. Echt? Oh, bij ja, mij stond er nog 31 namelijk. Oeh. Ja, daarom is het vrij discutabel. Welk zwemdiploma krijg je hierna? DNF. Maar je moet je onderdoor. Oh, een soort van het gat, maar dan een brug. Het gaat wel close op. Ze hebben jou wel een beetje ingehaald. Oh, de panda werd geblokt! Oh, nee joh! Nou, wat lullig. Ik vind eigenlijk dat de panda heeft gewonnen. Maar ja, het spijt me. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen. De mapmaker. De mapmaker, heel goed. Tweede ronde, nieuwe kansen, let's go! Vincent zegt, volg mij allemaal maar meteen naar het watertrefbal. Vincent zegt, precies hetzelfde als net. Nu met ja, meer mensen in je team. Als je af bent, ga gewoon even aan de achterkant van je zwembad staan. Dus niet aan de zijkant, maar aan de achterkant. Vincent zegt, dan gaan we beginnen als de timer op 45 staat. Dus 3, 2, 1, go! Is er nog niemand geraakt? Nee. Hoe dan? Oh jawel, er is wel... Oh, er zijn al 2 aan de andere kant. 3 aan de andere kant. Ik heb niemand geraakt. Holy... 4 aan de andere kant. Holy moly. Oh, ik heb geen snowman. Oh, ik heb nog iemand geraakt. Ja. Nice. Wow, wij zijn heel... Oh my god. Wij zijn allemaal af bijna. Yep. Ja, mijn sneeuwpop worden herladen, dus... Oké, Vincent zegt reload. Iedereen valt het water af. Oh, kijk dit dan, dat hele team staat er nog tegen 3 van jullie. Vissen poten uit die snowman. Hé, hey, wie gooit hem? Wie gooit ze nou dan? Ja, die is af. Hé, hey, teammate, nou. Oké, Vincent zegt begin op 40. Oeh, er is 1 af aan de andere kant nu. Er worden sneeuwpoppen tegen sneeuwpoppen aangegooid. Oh, ik moet weer reloaden. Hè? Oh, ik ook. Jemig! Wie van jouw team gooit hem helemaal uit de map al 3 keer? Nou, geen idee. Mag je reloaden? Oké, Vincent zegt reloaden. Oké, Vincent zegt beginnen op 40 weer. Dat zag ik. Gooien. Wie was dat? 1. Af. Jullie hebben wel mazzel. Er zijn al 2 uitgeschakeld aan het andere team omdat ze niet luisteren. Ja, echt hoor. Jong, joh. Dat is jouw team, Jacco. Ja, klopt.
Daarom ben ik ook zo boos. Ik merk het. Iedereen is alweer op? Nee, oh nee, echt niet. Nee, nee. Zo. Moet je kijken, wat doet deze... Blijf zo staan, moet je kijken wat deze character doet. Zie je dat? Wat? Nee. Die kruist de hele tijd. Alsof die jeuk aan zijn knie heeft. Nee, ja, ik heb hem uit zijn sneeuwkop gegooid, maar wat raar. Nou ja, jongens, dit duurt wel erg lang. Ik vind jullie wel hele slechte trefballen, hoor. Jullie worden allemaal als laatste gekozen als de trefbal op school is. Weet ik nou al. Nou, Vincent zegt allemaal uit je sneeuwpop, ga maar even lekker een stukje zwemmen. Even hier allemaal verzamelen. Jemig, ik had echt verwacht, dit wordt wel leuk, maar jullie kunnen allemaal niet trefballen. Teleurstellend dit. Gaat nou iedereen erheen lopen? Ja, dat mocht. Je zei hier allemaal even verzamelen? Jawel, allemaal, uit je sneeuwpop en hier verzamelen. En dat was wat Vincent zegt? Ja. Oké, okay, vooruit, anders had ik nu gewonnen, want iedereen stond daar. Oh, ja, of jij bent af en jij staat daar nog, pannenkoek. Ik kom het zwembad niet uit. Ja, smoesjes. Ik bleef lekker wachten. Ja, jij bent een grapjas. Helaas. Als iemand anders was geweest, had ik hem ook niet gespaard. Vincent zegt, jullie hebben een zwemwedstrijd. De laatste vier gaan af. Jullie beginnen nu. Dit ziet er zo lomp uit. Ah, ik word geblokkeerd. Rup, 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 rup. Ja, dan gaat die eerste plek even. Kijk, ze allemaal zwemmen. Als je bent gefinished, dit is een Vincent zegt, doorlopen. Even verzamelen bij de sneeuwpoppen. Wie deed dat? Ja, wie zou dat hebben? Dat waren de laatste vier. Vincent zegt, volg mij. Yes. Ik ben stil in de race. Ja. Precies één maal. Ze komt ook nu niet meer uit. Ik zie je straks wel bij het begin. Oh ja, dan moet ze helemaal zwemmen. Yes, stil in de race. Yes, lekker omlopen. Oh, het spijt me. Hé, hey, kijk, daar is Eva. Nog steeds in de race. Zwem je nog steeds, Eva? Ja. Vincent, nu, gooi hem. Haha! Oh, dat vind ik leuk. Van links naar rechts. En van links naar rechts. Van links. Maar je houdt je niet echt aan de Vincent zegt, hè? Nee, wat is dit nou? Ja, la 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 la. De kant af, de kant af. Nice. Oké, okay, ik stop nu. Kom maar terug, het spijt me heel erg. Nee, wacht tot ze daar is. Dit voor niks geloven. Je moet echt van mijn perspectief kijken. Dat maakt het zo leuk. Dan zie je echt zo iemand helemaal trots aankomen rennen. En dan zie je echt dat hoofdje echt zo... Ja, precies. Nee, schat, heb je geliefd? Nee. Wat dan? Ik weet niet, ik switch gewoon een keer tussen de spectator door de borden. Nee, echt? Ja. Jacco, waarom doe je dat nou? Wat gemeen van mij. Ja, zo gemeen. Zo gemeen. Zo kan je niet zijn. Oké, okay, Vincent zegt, volg mij. Het spijt me, schat. Jij krijgt straks... Jij mag Eva zegt doen. Jij krijgt de privilege. Nee? Ja, nee, die krijg je. Dan gaat ze jou meteen afmaken, Vincent. Snap ik. Dat wil ik niet. Snap ik. Oké, okay, Vincent zegt, haal het parcours maar. Succes. Dat durft. Ik heb chille grenades, dus als je niet een beetje opschiet, dan weet je zeker wat er gaat gebeuren. Dat. Oeh, dan ben je meteen dood. Ja, inderdaad, wel even een mooi beeld van ons gegeven. Oh jee. Oeh, oh, dat scheelde niet. Oh! Oh! Nou, nu? Ja, ja, maar sowieso moet de panda het ook halen, anders zit het niet in. Als hij nu nog leeft? Oh. Allebei af. Nou, niemand wint. Nou, dan vind ik dat Eva heeft gewonnen. Die had hem makkelijk gehaald. Ja. Makkelijk. Zie je? Yes! Makkelijk. Eva had hem makkelijk gehaald, weet ik zeker. Ja. Vincent zegt: volg mij! Deze kant op. Mogen jullie allemaal gaan verdelen over een deur? Zorg dat het gelijk is. Of althans, dat het grotendeels gelijk is. Doe maar. Echt gelijk. Nou, map maken, ga ervoor. Maak het maar gelijk af.
Oké, Vincent zegt... Nee, dat is niet gelijk. Daarnaast is gelijk. Vincent zegt, loop allemaal door je deur. Heel veel succes. Oeh, parcoursje. Oké. Okay. Oh my god, Jacco, wat doe je nou? Ga ik alsnog dood, hè? Oh, wij hoeven niet. Nee. Ik wou bijna een parcours terug doen. Serieus, pak ik weer de deur. Oh my god. Ga ik ook nog eens af. Ik glibber er zo van. Oh my god, wat is dit? Gaat iedereen hier af? Echt een mooie gil volgens mij. De mapmaker denkt, ik moet overal de... Oh nee joh! Dit meen je niet! Oh, en gladde stokjes. Alsof iemand net daar groene zeep overheen heeft lopen smeren ofzo. Eén iemand die het maar had? Ik mensen afgegleden. Oh, misschien twee. Misschien? Nee! Oh my god! Nou, Vincent zegt, loop allemaal maar door de portal heen. Oké, Vincent zegt, volg mij hier allemaal maar mee naar boven. Vincent zegt, ga allemaal in een ATK zitten. Ik wil dat twee overblijven. En mocht het niet opschieten, ik ga met chillen grenades gooien. Oh, wacht, ik heb denk ik nog een veel leuker idee. Vincent zegt, mogen jullie beginnen in 3, 2, 1, go, 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 go! Ik wil twee mensen overhouden. Ah! Oh, er is al iemand af. Oh jee. Hier, alsjeblieft. Iedereen die niet opschiet, krijgt wat lekker ijs erbij. Nog extra ijs op ijs. En als je uit de map bent, dan ben je af. Zo, er vliegt iemand echt heel ver weg. Mag je meteen respawnen, dan ben je af. Oh, ja. Oh, er is nog iemand af. Het gaat om de laatste. Eva versus... Geen idee wie. Oh, nee, er is nog iemand. Laat maar. Oh my god, zo! Oké, stop maar. Er zijn twee winnaars. Eentje de vlieg met hoog. Let op. Wat een landing. Ja, dat is een schitterende landing. Nice, Vincent zegt volg mij. Heb ik een hele leuke voor jullie. Vincent zegt, kies allebei hier maar een leuk cadeautje uit. Degene die als eerste cadeautje heeft gekozen, of waar die in staat, dat is jouw cadeautje. Oké. De kerstman is langs geweest. Hij was nog een beetje laat. Maar hij zegt, kies maar een leuk cadeautje. Je krijgt een headshot met het wapen wat erin zit. Gemene kerstman. Succes met het openen van je kist. Dat is wat Vincent zegt trouwens. Oh, Eva heeft pech. Ik ben benieuwd wat die andere heeft. Een pistool. Oh ja, een pistool. Oh. Maar je weet niet hoeveel HP die heeft. Oh, hij is ook af! Ja. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Fortnite video. Hopelijk vond je het leuk en druk je even kaart op een duimpje omhoog. Gebruik support en creëer de code Dutch Terms. Tot de volgende keer en ciao!